Hey, dit is Kevin van Portret Dojo en in deze video ga ik evenementfotografie vergelijken met portretfotografie. Nou, welkom maar bij deze. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik ben behoorlijk warm. Het is rond de 30 graden in mijn appartement, dus het is echt een gek huis. Ik moet niet al te veel bewegen. Maar volgens mij hebben heel veel mensen last van de hitte. In deze video ga ik het hebben over de vergelijking tussen evenementfotografie en portretfotografie. En ja, voor degenen die het niet weten, als freelancer fotografeer ik ook heel vaak evenementen. En ja, dat is echt heel, heel anders dan het maken van portretfoto's. Ik zal je laten zien waarin ze verschillen. Maar eerst wil ik even twee uitersten beschrijven waar we deze vergelijking tussen maken. Aan de ene kant heb je een portret in de fotostudio en daarnaast heb je het fotograferen van een evenement buiten op een locatie bij een evenement. Ja. Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Dus het zijn echt twee uitersten qua setting en dat is ook makkelijker om daar een vergelijking van te maken en de verschillen te laten zien vooral. Nou, laat ik beginnen met de eerste. En dat is de controle die je hebt. Of die je juist niet hebt. Nou, je kunt je voorstellen in een fotostudio. Waar, ja, ten eerste het is droog. Het regent niet. Het licht is hetzelfde. Of in ieder geval, je kunt het licht helemaal zelf bepalen. Door gebruik van lampen en flitsers. En dat zie je bijvoorbeeld hier. Nou, dit is mijn website. Of een van mijn websites. En ja, dit is een kleine selectie van een serie portretten van vechtsporters. En ja, deze setting was volledig gecontroleerd. Het was in de fotostudio, of althans een setting waarin een studio werd opgebouwd. Ja, zoals ik net al zei, het is droog. Je hebt geen of weinig invloed van buitenaf. En je gebruikt dus een studio flitser, waarmee je dus het licht helemaal kunt controleren. Je kunt echt tot in de details, ja, tot op millimeter nauwkeurig kun je zeg maar je beeld creëren. En zoals deze foto van Marcel, een van mijn favoriete portretten ooit. Misschien wel leuk om te vertellen dat we voor deze foto waren we echt heel veel verschillende dingen aan het proberen. Qua blik, qua houding, qua licht. En op een gegeven moment, de lamp stond natuurlijk al. Ja, op een of andere manier, hij keek gewoon even naar beneden. En ik dacht van ja, dit is het. Dus ik zei meteen Marcel, oké, hou dat vast. En toen een paar shots gemaakt en uiteindelijk is dit de winnende foto geworden. Nou, ik vind gewoon heel fijn hoe het licht hier op zijn gezicht valt. Nou, hier schaduw. Ja, echt heel blij met dit portret. Natuurlijk heeft hij een goede kop, zoals ze dat zeggen. Dus dit is de controle die je hebt in een studio. Maar vergelijk dat eens met bijvoorbeeld een evenement zoals deze. Dit was op 4 mei bij de Stille Tocht vanaf het stadhuis in Amsterdam naar de Dam toe. Ja, je hebt geen controle. Of in ieder geval weinig. Het licht kan enorm veranderen. Stel het is zonnig maar ook bewolkt. Dan kan het licht in één keer van zacht naar hard veranderen. Even kijken of je hier een voorbeeld van kan vinden. Maar hier is het licht vrij hard. Je ziet hier. Kijk, zie ik dat goed? Ja, nou hier zie je het vooral. Even kijken of je dat goed kan laten zien. Ja, je ziet hier dat de schaduw vrij specifiek is, vrij duidelijk qua vorm. Dus het is vrij hard licht. Oh ja, hier zie je het ook op de muur hier. Dus die lichtvlekken en die schaduw, die is heel duidelijk afgebakend. Dat is het woord wat ik zocht. Kijk of ik nog meer voorbeelden kan zien. Ja, nou hier zie je het ook op de vloer, op de grond. Maar je hebt dus in die zin heb je weinig tot geen controle over het licht. Het is eigenlijk heel handig en heel fijn als het bewolkt is. Want dan heb je eigenlijk het wolkendek fungeert dan als een soort diffuser. En dan is het hele wolkendek is jouw lichtbron. Heel makkelijk om mee te fotograferen. Het licht is dan ook heel egaal en vrij vriendelijk ook voor iemands gezicht. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil nummer 1, controle. Dan verschil nummer 2,
Het verschil tussen poseren en spontane momenten vangen. Nou, en nogmaals terug naar mijn website. Ik zal even een andere serie pakken. Bijvoorbeeld deze van studentchauffeurs. Dat zijn privéchauffeurs die in vrij prijzige auto's rijden om zakenmensen te vervoeren van A naar B. Waardoor die zakenmensen gewoon hun tijd beter kunnen benutten. Nou, dat is even de achtergrond van deze foto's. Maar ja, dit is een geposeerde setting. Deze jongens wisten dat ik kwam, wisten dat ik foto's van hen zou maken en dat het ook even wat tijd zou kosten. Dus ja, je ziet heel duidelijk de aanwezigheid van mij in het portret, als in, Floris hier kijkt mij recht aan, dus mijn aanwezigheid is natuurlijk duidelijk merkbaar. Hij kijkt de camera in, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hij kijkt naar de kijker, dat is wel heel duidelijk. Maurice, die kijkt dan niet de camera in, maar dit is natuurlijk duidelijk geposeerd. En deze foto van Tom, ja, hetzelfde. Nou, hier ook allemaal vrouwen in de studio. Heel geposeerd, echt de tijd nemend. Nou, ik denk dat we per portret misschien 2 uur bezig zijn geweest. Misschien wel 2,5 om het licht goed te zetten, om de houding te bepalen, om mensen te laten wennen aan het fotografieproces. Totdat er uiteindelijk een beeld ontstaat waarvan, ja, het model en ik zeggen, ja, dit is echt heel cool. Dus dit is heel geposeerd. Dan, ja, spontane momenten. Deze stoet die liep dus van het stadhuis naar de dam. Dus ik moest eigenlijk steeds een stukje vooruit rennen om stil te staan en om dan momenten te vangen. Zoals deze kids hier, die zijn dus in beweging. Dus dat was best wel uitdagend. Hier ook. Dus ik moest ook hier weer het zebrapad oversteken en dan klaarstaan om dit shot te nemen. Ja, ook hier gewoon een paar shots makend. Oké, verschil nummer 3 is jouw aanwezigheid als fotograaf. Ik zei het net al, hè. Jouw aanwezigheid als fotograaf bij een studioportret is gewoon heel merkbaar. En dat straalt af op je model. Het wordt een interactie, het wordt een samenwerking. Er ontstaat een bepaalde, misschien heel zweverig, een soort energie tussen jullie. En daardoor win je het vertrouwen eigenlijk van je model. En dan kun je zo'n beeld maken zoals deze. Van de scherpschutters. Ze zijn helaas niet meer als duo. Mark en Jeroen. Mark heeft inmiddels een podcast over leiderschap, over doorzettingsvermogen, over motivatie. Ja, heel tof. Ondernaam scherpschutters nog steeds. Ook hier heel duidelijk geposeerd. Ja, in tegenstelling tot spontane shots, waarbij je eigenlijk wil dat mensen jou niet doorhebben. Hier zie je, even terug nog. Kijk, deze twee kids hebben mij niet door. Maar hij wel. Dat wil je eigenlijk niet. Eigenlijk wil je dat hij ook naar voren kijkt en niet naar jou als fotograaf. Dus dit zie ik nu. Dat is eigenlijk jammer. Misschien van Femke Halsema. Dat was ook een mooi moment. Ja, zij heeft mij niet door. Of misschien heeft ze me wel door, maar ze laat het niet merken. Ze is natuurlijk wel gewend dat er camera's op haar gericht zijn. Dus dat kan ze waarschijnlijk gewoon goed blokken en goed negeren. Bij evenementen is het tenminste mijn ideale werkwijze is om zo min mogelijk aanwezig te zijn. Daardoor gebruik ik ook andere apparatuur. Dat komt later terug. Dat wou ik zeggen. Je kunt wel bij evenementen je aanwezigheid laten merken door bijvoorbeeld een groepje mensen te vragen, mag ik een foto van jullie maken? Maar dat is dan, in mijn interpretatie, is dat niet echt meer evenementfotografie, maar dat wordt dan groepsfotografie. Even kijken of ik een voorbeeld heb daarvan. Ja, misschien deze. Dit was een bijeenkomst van de gemeente Utrecht, waarbij de gemeente Utrecht excuses maakte voor het slavernijverleden van de stad. Nou ja, deze foto hier. Ik maak een foto van iemand die met een smartphone een foto maakt van dit gezelschap. Van onder andere burgemeester Sharon Dijksma. Deze foto die deze persoon maakt is dus niet meer evenementfotografie. Het is eigenlijk portretfotografie, maar dan van een groep. Maar wel tijdens een evenement genomen. Oké,
verschil nummer 4, om dus verschil nummer 3 te kunnen faciliteren, als dat het juiste woord is. Ja, in de studio of bij foto's waarbij iemand duidelijk poseert, kan ik een lens gebruiken met een kleinere brandpuntafstand. Hè. Voor deze portret heb ik bijvoorbeeld een brandpuntafstand 55 mm gebruikt. Maar voor portretten waarbij, even kijken, mensen maar niet doorhebben. Kijk, voor dit portret weet ik bijna zeker dat ik 140 mm heb gebruikt. Ik sta dus op, nou, weet ik veel, 4, 5 meter afstand. En ik probeer dan ongemerkt foto's te maken. Dat helpt natuurlijk omdat ik op een grotere afstand sta. En dat zorgt ervoor dat mensen mij niet doorhebben. Daarom heb ik ook mezelf Event Ninja genoemd. En mensen dus gewoon ja, zich gedragen zoals ze zich normaal gedragen. En dus niet reageren op mij. If that makes sense. Kijken of we nog meer voorbeelden laten zien. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal voorbeelden. Zodra mensen mij doorhebben, dan is mijn missie als evenementfotograaf niet geslaagd, als het ware. Ja, dus bij evenementen gebruik je vaker zoomlenzen die op grote afstand close-ups kunnen maken. En bij portretfotografie gebruik je ook vaak kleinere lenzen met een kleinere brandpuntafstand. Ja, het aantal mensen bij een portretshoot is natuurlijk een stuk kleiner. Ja, dat is gewoon eigenlijk één voor één. Per persoon komen ze de studio in. Of komen ze naar een opgebouwde studio. En ja, is het gewoon heel rustig werken. Helemaal één op één. Of in dit geval moeder en dochter. Twee personen. Heel overzichtelijk, heel rustig, heel, ja, heel chill eigenlijk. Terwijl bij een evenement, ja, is het gewoon drukker. Zijn er veel meer mensen. Je hebt, nou, hier waren er, nou, hoeveel mensen zouden er zijn? 200 misschien. Ja, hier zie je een groot aantal mensen. Dus daar zie je ook al een groot verschil. En dan, ja, last but not least, het aantal foto's wat je schiet. Ja, bij een portretshoot, zoals nou, in dit geval van Wilco, heb ik misschien 50 foto's geschoten. Omdat ik heel gericht te werk ga. Ik weet wat ik wil. Ik weet hoe het licht gepositioneerd is. Je hebt gewoon minder foto's nodig om een goed beeld te schieten. Terwijl in die beweging, mensen die praten misschien, mensen gapen, mensen hebben gezichtsuitdrukkingen. Soms moet je gewoon 4, 5, 6, 7 foto's van iemand schieten. Zeker als iemand in gesprek is met iemand. Ja, want soms heeft iemand gewoon een gekke bek, onbewust. En ja, die foto kan je natuurlijk niet gebruiken. Dus je schiet gewoon echt veel meer foto's. Ik denk dat ik voor dit evenement, ja, dit was 2,5 uur denk ik. Ik denk toch wel 500 foto's. Even uit mijn hoofd, hè. In ieder geval een paar honderd. Ja, tot zover deze video over het verschil. Of de verschillen tussen evenementfotografie en portretfotografie. En er zit natuurlijk ook heel veel tussen. Je hebt spontane portretfotografie. Je hebt evenementfotografie waarbij, nou, dat zie je vaak in discotheken en clubs. Dat de deelnemers, de bezoekers van zo'n club, van zo'n feestje, ja, gevraagd wordt om te poseren. Ja, dus dat zijn groepsfoto's met flits vaak, omdat het in zo'n discotheek natuurlijk vaak donker is. Dat is geposeerde evenementfotografie. En je hebt natuurlijk een heel spectrum. Ene uiterste is studio portretfotografie. En evenementfotografie bijvoorbeeld buiten, waar het licht heel erg veranderlijk kan zijn. Dat zijn twee uitersten. En daartussen heb je zoveel varianten. Maar ja, ik benoem die uitersten om even makkelijk de verschillen te kunnen laten zien. Nogmaals, tot zover deze video. Wil je meer weten over portretfotografie? Heb jij vragen? Heb jij ideeën? Heb je hulp nodig ergens bij? Laat me vooral weten in een comment hieronder. En dan ga ik die zo snel mogelijk beantwoorden. Tot de volgende keer.